Met een bril. Als ik mijn bril niet op heb, dan gaat dat niet. Luister, beste vrienden van het Pijtere Stipverhaal. Bert Pijper en de vinnige vlogger Eiffe hadden wij een boekje gelezen. En ik ga het al eens tonen. Lukt nog niet direct weg als je het al gelezen hebt. Maar blijft luisteren. Voilà, zie je die zee? Met een beetje lichtinval, maar je kunt het toch zien. Amoras. Deel 1, nummer 1, dat is al een beetje oud, ik weet het, dat bestaat al wat. Maar toch wil ik voor de mensen die daar Suske en Wiske gewoon zijn, en die zeggen, geef ons maar die A-reeks, die neef, dat zegt ons niks, misschien omdat ze het nog niet gelezen hebben, wil ik toch een beetje een aanbeveling doen. Want ik zelf ook was van die generatie, hè, die zei van niks beter dan Suske en Wiske, en als ze dan naar Willa Zoe heet, Baflansen, allee, dat hoeft nou toch niet mee. Hè. Eerst een beetje een achtergrond, Erentuit. Zijdalen dat deed, de Hollanders misschien minder als Belgen. Erentuit is een gemeente van 8500 inwoners. He, is voor twee dingen bekend. Dat is een stoot, een carnavalstoot. En een hele grote en een ave carnavalstoot. Men zegt wel eens dat het de oudste carnavalstoot van het land is. Voor die 8500 inwoners. Pas dat die er allemaal in mei lopen ook, he, want dat is heel bekend. En voor het tweede ding dat dat voor gekend is, is Charles Cambrai. De familie Cambrai. Heel gekend in Erentuit. Charles is daarvan. Zijn ouders hadden daar een café. Waar zat hem daar vuil ingezeten? Het schijnt dat hem daar op de beerviltjes is begonnen met te tekenen. Maar goh, in Erentuit, in die tijd, pas op, daar hebben daar ook verschillende bekende groepen opgetreden van Botel. Dat, als ik naar Dijerstrijd zeg, pas ik dat ik er niet verder van zit. De Madness en zo. Dat er alweer opgetreden. Maar dat is dus zowat het gemeenteke of het trapje waar dat dus Charles Cambrai is opgebracht. Hele familie Cambrai is dat ook gekend. Hè, en daar is hij moet beginnen tekenen. De tekenaar van Amoras is dus Charles Cambrai, gevraagd door de studio van der Steen om dat toch zo heet te maken. En de schraver van hele historie is Marc Legendre. Marc Legendre, dat zijn... ik wil niet zeggen hoe had dat hem is... De Charles, maar die is van 1968. En de Marc Legendre, die is van 1956, een stukje naver. Die is gekend van Bebel bijvoorbeeld. Hè. Weinig dat nog geweten in het Bebel. Dat schrijft dat onder Ikke. Dat was zo hè, een bolgezicht met van die dingen en zo vinken. Allee, dat was wel tof voor te volgen. Dat was ook de hoofdredacteur vroeger nog van het Weekblad Kuifje. Ik weet niet dat je dat nog geweten hebt, maar dat had hem ook allemaal gedaan. Dan is hij dus in 1983, geloof ik, moet ik zeggen, ja, 1983 is hij begonnen met die een Bebel te maken. Dat was dus, ik denk dat die tekst had Mark Meul nog weer geschreven, die scenarist. Hè. En dat had hem lang een tijd gedaan. Dan is hij ook nog even hoofdredacteur geweest van Suske en Wiske in 1995. Nee, ik ben abuus. In 1995 is dat me gestopt, want dan heeft hij ontslag genomen in alle stilte te gaan wonen op El Hierro. El Hierro, ken je dat? Dat is niet ergens hier in België, hè? Dat is een aalandje van de Canarische Eilanden, het minst bewoonde paas ook nog. Hè? Dus daar woont hem, in alle stilte is hem teruggekomen, hè? In 2012. Hij heeft hem een paar Rode Ridder-verhalen geschreven. Niet voor dingen, maar echt boeken ook. Hè, voor twee lijstboeken ook. En dan is hij in 2013 begonnen, samen met Cambrai aan Amoras. Zie je dat? Nou, ik heb een hele hoop verteld. In 2013 beginnen die twee dus de historie van Amoras. En ja, gezegend al, hè, mannen. Dat is een heel ander genre, een heel ander tekenstijl ook. Ik vind het geweldig. Ik moet het eerlijk zeggen... Ik ben ervan beschoten, die Charles die moet daar toch lang aan gewerkt hebben om dat echt voor elkander te krijgen. Ik paas het in een hele ander, want de Charles, je moet die niet onderschatten, hè. Die is begonnen met zo stripjes te maken, eigenlijk als de Pfafs, ja. Iedereen door dat is een stomme taap natuurlijk. De Pfafs en dan hadden nog Spring en Mega Mindy en ik paas zelfs voor K3 dat hij mee heeft gemokt. Philippe en Mathilde ook, hè, van Philippe van het Koningshuis. Hij is begonnen met Albert. En dan daarna Philippe de koning van België. En nu is Philippe en Mathilde, want Mathilde moet ook haar naam krijgen. En dan heeft hij ook eens een ander stripverhaal gemokt. Allee, ik weet nog niet dat hij daar al mee gestopt is, want Jump eten dat. We draaien mannen in en een gordeldeer, pas ik. Dat is super, dat doen wij een of andere kracht. Maar dat zijn al een 19-tal albums van verschijnen, hè? Van die Jump. Hè? 16 in baan 1, wat jij vraagt, ik weet het niet juist meer welke, en dan nog draaien baan ander. Maar 2015 was de rest een boek, ik weet niet dat hem dan nog aan vult, die mensen dat geen taart niet meer. Hé, kijk, het eerst dus Amoras.
Maar Amoras, dat is een reeks, hè, de 2001, die is eigenlijk al afgelopen. En elke keer stond daar een figuur centraal. Eerst Suske, dan Jeruzalem. Dat is niet die stad, hè, dat is een masker, maar dat zal ik zo beter zeggen wie dat is. Maar dat is dus in, ja, die is er bouw gekomen, hè, in Suske en Wiske. Dan staat Crimson centraal, dan Labik, dan Wiske en dan Barabbas. En dan is dat eerste... dat is het spel afgelopen van Amoras. Hè? En dan begint, en dan is de saga een volstad. En dan begint daarachter nog de kronieken van Amoras. Dat zijn ook al wel, de eerste draaiboeken, de zaak Crimson, dan heb je de Garde à Vue, in Frans geschreven, niet flops. Dan heb je de killerbacteren, dan heb je de underdog, geloof ik. Moet ik zeggen, ja. En dan is Wie niet oren wil... Dan moet je zelf aanvullen. En dan avontuur in Prince-les-Bains. Dat is ook iets met Crimson, want die doet er ook in mei, Crimson. Hè? Ja. Dus, allez. Voor dat laatste stuk trouwens, mannen, als je dan eens een begin wilt horen, hè, dan moet je eens luisteren naar de perfecte podcast van Suske en Wiske. En daar hadden eigenlijk een luisterspelletje, verdeeld in 10 delen van 7 minuten ongeveer, van... Crimson, die vertelt over zijn leven en over die boeken. En Crimson, die wordt gespeeld door, pas op nou, Ivan Pechnik, geloof ik. Ik kan niet met een naam, moet niet uitspreken, maar Pechnik of Pechnik, die komt zo ook voor in dat 5TM-programma, met al die stemmen, dat zacht erna doen in die figuur. Maar goed, als je dat eens wil doen, tof. Amoras, over wat gaat dat nou? Wel, het is in feite, ja, ik heb het gezegd, ik heb nog maar het eerste deel gelezen, ik kan er nog niet veel over vertellen. Hè. Het is zo dat dus onze vrienden, Suske en Wiske, die zijn terechtgekomen op het eiland Amoras. Waarom? Omdat Jérôme en Lambic eigenlijk een stomme taart gedaan hebben in het laboratorium van Barabbas. Want wat hebben die daar gedaan? Die Lambic die had dus het gedacht van heel de wereldbol terug te sturen naar een periode dat het beter leven was. Wanneer dat moet geweest zijn, dat weet ik niet, maar goed. Dat is dan mislukt en die Wiske en Suske kwamen er ook juist toe en zo zijn die dus in Amoras terechtgekomen in een heel ander taalperk. Dat moet dan maar lezen, hè. Zie je dat? En wie woont daar op het ogenblik op Amoras? Wel, Crimson. Crimson, die had er ontdekt dat er in een of andere maan, of dat er een vulkaan gezorgd, dat er heel veel diamanten zijn. En wat dat diamanten zijn, daar is Crimson. En dus, ze kwamen daar op terecht, maar Wiske werd dan gevangen genomen, ik kan niet zeggen hoe of wat. En onze vriend Suske mocht daar kennis mee, een madammeke, een juffrakke, en dat heet Jeruzalem. Speciaal geval, hè? Ja, dat ga je direct merken. Een heel speciaal geval, ik weet eigenlijk niet wat je eraan hebt. Hè? Want Wiske werd dan gevangen gepakt, en ze gingen proberen er te bevraden bij Crimson. En Crimson had een grote plannen, want die had ook Barabbas ondertussen al laten oppakken en proberen naar Amoras te krijgen. Dus hij had grote plannen. En helemaal op het einde, zei het, dat is niet geen geaamzen, Wiske, men geeft een indruk als dat Wiske zou gesterven zijn. Ga Jeruzalem de rol overpakken van Wiske. Die mocht, ik denk dat ze Suske was, mocht dat ze doof is. Want ze zei altijd dat ze doof is, maar ze hoort toch precies wel wat. Maar dat is een heel raar figuur. Ja, als ze ermee even gezorgd dat Wiske dood is, dat gaan we allemaal nog niet verklappen. Wat is het verschil met de gewoon Suskes en Wiskes? Alles. Alles, een hele neven tekenstaal. Maar ook, ik heb me die eens iemand horen zeggen. Ik denk dat het misschien de Charles was op de perfecte podcast. Aslambik. In de gewone Suske en Wiske van een groot appartementsgebouw valt, dan staat hij recht en hij misschien was hier aan zijn voeten en zijn handen, maar hij loopt futs. Als hij mee van een appartementsgebouw valt, is hem dood. Zo simpel is het. Komt een beetje meer bloot in, zowel bloot als bloot. Hè. Het Mechels is bloot, men bloot, maar goed. Dat moet je maar verstaan. Maar goed, het is toch altijd aanvaardbaar voor de erven van der Steen, want anders zou ze het niet toelaten. Ik vind het ook van le genre, klak af, pet af, oetje af, een heel goed scenario, het begint toch al, en ik pas dat het alleen nog maar gaat verbeteren. Dus, Ama hebben ze een lezer gewonnen, en ik hoop dat dat ook bij jou in het geval gaat zijn, dat je dat tenminste toch eens probeert. Het is ook een strip, allez, je hebt die in één keer gelezen, en je lijst hem nog eens, en je ziet wij het anders. Nee, ik moet zeggen, voor mij mag het vuts gaan, chapeau, Charles Cambrai, chapeau, Marc Legendre, de souvuts, ik vind het geweldig. Ik heb er nog vuil te gaan, ik hoop voor jou ook en ik hoop dat ze er nog lang mee voor het gaan.
Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Oh,